Ajax is sinds zondagavond in Doha. Een bizarre stad overladen met glitters en met pracht en praal. Maar ook met prachtig voetbalweer. De spelers verblijven in het imposante Torch Hotel dat gelegen is aan de trainingsvelden. Daar werd maandagmorgen de eerste training van de week afgewerkt. Het is natuurlijk altijd even wennen weer om te trainen na ongeveer 2 weken. Maar het ging goed en top omstandigheden hier. Dus het was lekker om te trainen. Het veld ziet er goed uit. Geen last van de warmte? Nee, eigenlijk niet. Ik geniet echt van het warmte. Ik ging naar Finland en Zweden in de vakantie, dus dat was niet echt warm. Dus dit is top. Echt, ook om weer op te starten, een goede trainingsweek te hebben in deze zon. En als je zit kijken naar het veld, is het gewoon perfect. Perfecte velden, een heerlijk zonnetje en een stralende mooi Sander. Want de club liet hem in de winterstop weten dat ze hem dit seizoen niet kwijt willen. Tijdens de vakantie kreeg ik een belletje van Mark Overmars en hij zei dat ze willen dat ik blijf tot het einde van het seizoen. Dat mij belangrijk vinden en dat was mooi om te horen. En ik ben zeker blij om hier te blijven en voor de 5e kampioenschap op rijden te kunnen winnen. Dat is een hele mooie uitdaging voor ons allemaal. Wat dacht je toen hij dat belde? Was je verrast? Ja, natuurlijk een klein beetje, want de hele eerste helft van het seizoen was het best wel duidelijk dat ik mocht weg in januari of als een club kwam. Daarom was ik juist een beetje verrast, maar in een goede zin verrast. Want ik blijf heel graag hier en wat ik net zei, ik wil gewoon mijn tijd in Ajax afsluiten met een kampioenschap. Maar voor dat kampioenschap moet flink gestreden gaan worden. PSV staat 4 punten voor en Ajax domineert de Eredivisie al 4 jaar inmiddels. Verzadiging ligt op de loer, zou je zeggen. Maar niet volgens Moisander. Er zijn veel spelers sommige spelers die geen kampioenschap hebben gemaakt of in een kleinere rol afgelopen jaren. Dus de honger is er zeker, daar ben ik van overtuigd. En voor mij is het ook wat ik net zei, ik wil op een mooie manier afsluiten bij Ajax. En het mooiste zou zijn de 5e kampioenschap. En niemand heeft dat gedaan, dus dat geeft ook extra motivatie aan ons.